Winston, maar die is gelokt omdat deze dan weer. Moest alles zonder Redstone Torches doen. Nu staat daar er een, die brandt dan niet uit. Dat kan niet. Maar alles moest zonder Redstone Torches, want alles brandt uit. En dat is echt stom. Potion of Speed kan ik nu wel even gebruiken. Oh, het is licht. Chill. Ik dacht net dat het donker werd. Dan ga je door een bos. Dit bos wordt gebruikt als productiebos. Dit was eerst helemaal geen bos, nu wel. Dan ga je een beetje door het bos heen struinen. Dan kom je bij de creeper face. Give me a sacrifice. Oeh, spannend. Nee, dit heb ik zelf ontworpen. Dit heb ik ook op een. Kan ik misschien ook wel nog even snel langs gaan in een wereld. Hoe ik dit maak. Het is super klein, zonder redstone toortjes weer, want alles brandt uit. En het werkt zo. Je hebt een item, maakt niet uit wat. Dat is een beetje onhandig. Als je snel langs loopt, dan weet je niet dat er iets achter zit. Maar dan doe je zo. Gaat die open. Pak je het weer op. En dan zit je hier in een kamertje. En dan sta je hier en kan je zwaard enchanten. Of iets anders. Kan ik iets enchanten? Want ik ben level 5. Nee. Dan ga je weer uit. Dus als je denkt, ook dit is vet. Weird. Een paarse boog. Oké. Okay. Nu moet ik wel even naar het huis. Oh, wacht. Ik kan hier slapen. Dom. Als je denkt, dit is vet, dan... zeg het maar, schrijf het in de comment box en ik doe een tutorial over. Of je ziet zo meteen even snel hoe ik het heb gedaan. En kan je snel namaken, maar ik ga er nu nog geen tutorial over maken. Even kijken of ik kan slapen. Het duurt een beetje lang. Zo, ik kan weer open. En ja, dat is voor deze server. Dus nu ga ik even disconnecten, single player. Nu laat ik even zien wat het probleem is met de lift. Ik vind, denk ik toch met de oude texture pack dit mooier, maar dat is ook goed. Kijk, alles is dicht. Als ik het open doe, dat kan wel. Maar als ik het dan eentje verder doe, dan is alles weer dicht. Dus je kan er zo oneindig door blijven gaan. Oh, ik ga ook nog de verkeerde kant in. Slim. Nou, je weet waarschijnlijk wel dat dat niet leuk is. Toen had ik hier een tutorial over maken hoe je dit had kunnen veranderen. En ik was bijna zover om dat te maken. Even naar mijn liften toe. Werkt dit? Ja. Ik was bijna zover. Waar staat hij? Hier. Dan gewoon heel simpel. Gewoon naar buiten snel langs. En toen dacht ik, oké, laat maar. Ik heb er nu geen zin meer in. Want de onderste delen deden het wel goed. Oké, ik heb iets niet aangesloten meer. Maar ja, het zou wel. Ook hierboven sloot alles weer dicht. En ja, ik had er geen zin meer in. Beetje snel opgegeven, maar ik ga daar nog een keer aan werken. En als ik het zo gedaan heb, dan zeg ik. Wow, bug.
Als ik het gedaan heb, dan zeg ik het wel zo en of dan doe ik een tutorial over. En hier zijn nog steeds al die liften. Ik kan hem wel, dus deze map gaan online gaan zetten, maar dat kan nog wel even gaan duren, want ik weet nog niet precies hoe het moet. Maar dan de laatste wat ik zou doen. Ik had hem bij. Ik heb trouwens een printer gemaakt. Kom ik nu pas achter. Ja, dit was hem. Dat doen we niet. Even kijken. Hier staan allerlei dingen. Een spelletje hier. Nou, dit wordt echt zo'n show filmpje. Dat is dat je start. En dan moet je met twee knopjes proberen het lampje uit te houden. Oh. Nou, je ziet. Je ziet dat ik nu het spel heb verloren. Hon is leus. Nu reset je hem weer. Super klein. Dit is het. Beetje vermaak. Dit is mijn stationnetje. Wat ik ook in de. Hoe heet het? Heb gebouwd. Maar dan wat uitgebreider. En hij werkt volgens mij niet meer. Dan heb ik hier. De. Het gezicht. Wat ik had gemaakt. Het faalt hem keihard. Want van deze kant kan je hem wel gewoon open doen. Maar van deze kant kan dat niet. Laat het even zien. Als ik hem nu open doe, dan staat deze gewoon naar buiten. Wacht. Hier, dan staan deze zo, terwijl die daar moeten staan. Het staat helemaal nergens op. Dan moest ik helemaal dit gaan maken. En het is ingewikkeld en stom. Dan, waarvoor ik ben gekomen. Waar staat die? Hier staan allerlei leuke dingetjes om te kijken. Ik ben kwijt. Hier toch? Ja. Dit is dus dit ding weer. Waar ik het heb uitgewerkt. Gooi er wat in. Zo. Is weer dicht. Ja, zo werkt het. Het is heel simpel. Deze piston heb ik hier gedaan om dus de not gate, dus in plaats van een torch dit te doen. Dus het werkt nu zonder torches. Alleen deze twee en deze. Maar deze brandt niet uit. Dat gebeurt niet. Alleen not torches branden uit. Of als ze heel vaak aan en uit gaan. Maar deze niet. Misschien kan je het zo even snel zien. Dit is ook niet helemaal hoe je het moet doen. Ik laat even zien. Als je toch dit even meekijkt. Wat ik vaak doe. Bij filmpjes. Dan zou ik het zelf zo aan gaan sluiten. Dan voorkom je bugs. Want dan gaat dit ding wel open. En ja, het is gewoon handiger. Hier heb ik nog moeilijker gedaan. Hier wou ik doen dat hij in een gat viel. Dan door kon lopen. Maar dan was niks om van de pressure plate af te halen. En, oké. Ik laat nog wel mijn printer zien. Allemaal, dit is gewoon een showfilmpje geworden. Nee, niet deze. En als je denkt, hé, dat is wel iets leuks, dan doe ik daar een tutorial over. Waar staat hij nou? Hier. Allemaal redstone. Dit is een sand and gravel generator. Oh, damn. Ik hoorde gewoon de torches doorbranden. Oké, die doet het dus ook niet meer waarschijnlijk. Nou, wat het idee is, hier heb je een hok. Even wat licht.
Ja, als deze het niet meer doet, dan is het wel echt kut. Dit is de loader, moet ook een bordje naast. Nou ja, dat is om de laar aan te doen. Doe maar wel aan. Is ook tekst weg. Kan ik bijvoorbeeld, daar heb ik twee creeper faces gemaakt. Ik kan alleen de kleinste maken met deze printer. Maar je begint bijvoorbeeld met wit, zwart, wit, zwart, wit. Wit, zwart, wit, zwart, wit. En je zegt printen. Hij zegt dat hij klaar is, dus ja. Nu zegt hij wit, zwart, zwart, wit. Wit, zwart, 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 wit. Dus doe ik het weer. Laat ik het even vanaf hier zien. Nu wit, wit, zwart. Wit, wit, zwart, wit, wit. Ah, daar is de zand op en de zandgenerator doet het niet meer. Maar ik was dus een creeperface aan het maken. En ik kan nog allemaal andere dingen maken. Ah, stom ding. Nou ja, dat is dat. Dus daar was ik met een andere printer bezig, maar er werd zo'n branden uit. Ah, stom gedoe, stomme bugs. Maar ja, dat was het voor deze week. Ik ga het vandaag zo snel mogelijk al uploaden. En dan tot de volgende keer. Later!